De staat Suriname zal het onderhoud van de infrastructuur in uitgekozen verkavelingsprojecten en woongebieden langzaamaan overnemen. Daartoe vond vandaag de ceremoniële overdracht plaats op het ministerie van Openbare Werken. Middels een registratiemethode werden burgers in de gelegenheid gesteld zich aan te melden om in aanmerking te komen voor overname van een specifiek woongebied. Op basis van de gestelde voorwaarden van het ministerie en het sociaal openbare karakter van de buurt is er een selectie gemaakt van buurten waaraan er gewerkt zal worden. Onderdirecteur planologie en verkavelingen Rowita Suku zegt dat het de bedoeling is om te werken aan het onderhouden van de gekozen gebieden. Maar in de burgers op de deur verkeren is dat hun wegen niet worden overgenomen. En dan heb je ook nog natuurlijk de vraag van, maar als het geen openbare weg is en er moeten nog nutsvoorzieningen zelfs aangelegd worden, dan wordt het ook veel duurder om die allemaal te kunnen betalen. Nou, om ze uit die onzekerheid te halen, is het natuurlijk ook heel belangrijk, want het ministerie van Openbare Werken die is belast met de infrastructuur, om te zeggen van wij gaan die wegen overnemen. Maar zoals ik het ook heb gepresenteerd, het hangt ervan af welke condities er zijn. We kunnen niet zomaar overgaan tot overname van de weg als er geen nutsvoorzieningen aanwezig zijn, want dat wordt ook veel te duur. Wij zijn eigenlijk nog alleen verantwoordelijk om die infrastructuur eens aan te leggen, over te nemen en onder ons beheer te nemen. Vandaar, het gaat meer om de onzekerheid weghalen. Met de lancering van dit project wordt gezorgd dat leefgemeenschappen er verzorgd uitzien en gekozen wegen niet achteruit gaan. Suku voegt eraan toe dat data tijdens dit proces zal worden bijgehouden voor structurele monitoring. We hebben niet alles onder controle met dit nieuws. We zijn maar met een handjevol mensen om het hele land in beeld te brengen van waar de mensen gedupeerd worden of waar ze slecht ontsloten zijn. Is het beste dat je de burgers ook doet participeren om aan te geven van hey, wij zitten ook in een dilemma. En we zijn dus eigenlijk nu bezig met die hele registratie, opnieuw. Het is een update. Mensen mogen zich opgeven, we registreren dat en dat gaat dan verder gemonitord worden. Dit is de eerste fase. Het is een registratiefase en die gaat dan om de deur over naar de uitvoeringsplanning. En daartussenin is natuurlijk ook plannen. Wat gaat het ons allemaal kosten om die infrastructuur weer in een goede staat te brengen? Tijdens de presentatie is ook aangegeven dat tijdens de registratie voor dit project een zogeheten blacklist is opgemaakt waarin de illegale verkavelingsprojecten voorkomen. Om de samenleving in de toekomst hiervoor te behoeden is er gewerkt aan strengere aanvraageisen, evenals het publiceren van de blacklist aan de samenleving. Hiermee hoopt het ministerie een stop te brengen aan de problematiek van illegale verkaveling.